weet oprecht niet eens welke dag het is. Maar, waar is Junik? We gaan vandaag, we gaan zo meteen lekker eten bij Between Two Buns. Daar waren we volgens mij de tweede dag ook gaan eten. Dan heb je een lekker bakjes met ei en allerlei soorten dingen. Daarna gaan we naar Donkey Farm. Ik denk dat het een farm is met donkies. En vanavond gaan we eten bij Kuba. Eten? Ja, toch? Wat dan? Feestje! Oh! Niet eten bij Kuba, maar wel een feestje. En voor de rest weet ik niet wat we gaan doen. Ik heb eigenlijk wel willen zwemmen vandaag. Ik heb een simpele outfit aan. Dit topje heb ik volgens mij van mijn moeder gekregen ooit. En deze broek is van de Voel en Beer, denk ik. En ik heb mijn groene slippers aan vandaag. Van ASOS. En mijn tasje van Shine. Deze bruine. Hey guys, we zijn bij de Donkey Farm. Oba. En we gaan daarin, dus ook een kleine donkey. Die wil ik eigenlijk als eerste zien. We gaan eerst naar de senior donkeys. En de magere donkeys, dus die een beetje skinny zijn. En daarna zijn ook flamingo's en nog iets zijn ze. Wat was dat? Nog iets, maar ik wist niet wat het was. Oh, een iguane. Ja. Jongens, we gaan erin! Ja, we moeten onze raam helemaal naar beneden doen hoor, hè? Ja, of helemaal naar beneden of helemaal naar boven. Ik wil helemaal naar boven. Maar jullie kunnen hem ook naar boven helemaal doen, en dat wij hem ophalen. Zeker, zeker. Het is een kleine jongens, hè. Mega stuk. Stacy? Ik heb niks voor je. Ze krijgen geen eten om te geven aan hun of zo. Ze hebben gaan honger. Ik ga niet bijten. Ik zit je mattie te aaien, bro. Je wil ook. Je wil ook aandacht. Ze zijn wel zacht, man. Mos. Hi. Ah. Misschien later vanmiddag, misschien dat het dan wat opklaart. Ja, sowieso. Het is eventjes heel hard en lastig. Nou, deze denkt, nou lekker, kom ik op een aan doen. En dan moet ik gelijk in de regen lopen. Kijk. Arme meid. Nou ja, en mijn schoonmoeder is vandaag jarig. Natuurlijk, zijn moeder is jarig vandaag. Dus ja, we moeten wel iets nog gaan doen om haar verjaardag te vieren. Volgens mij wil ze gaan eten. Met z'n allen. Sorry hoor. Broodjes. Ja.
Nou, machine zo. We hebben ons even opgefrist. Ik zal zo meteen even mijn outfit laten zien. Veel bijzonder hoor. Maar we gaan eventjes naar. We gaan nu naar de winkel toe. We gaan even bloemen halen voor Koenig's moeder. En we gaan naar een winkeltje toe in de stad. Dus we kunnen dat ook gelijk. Misschien zien we daar ook nog wel een leuks van. We gaan vanavond uit, jongens. We gaan vandaag naar DJ Laat toe. We gaan naar diezelfde soort zaal als de eerste keer dat we uitgingen. Zaal. In de zaal toch? Club, zaal, die ding. Daar is DJ Laat dus ook. En ik heb wel echt zin, want zij draait wel echt lekkere muziek. Plus we hebben ook een VIP tafel, dus we zitten vlakbij. Vier club, wat? Vier tafels. Vier tafels hebben we. Dus ja, en wat ook zo nice is, in tegenstelling Nederland, dat je gewoon gratis naar de wc toe kan gaan. En ik ben een persoon die, maar zonder grap hè, om de 5 minuten moet gaan plassen. Horen jullie mij wel? Ik hoop dat jullie mij hebben gehoord. Maar in ieder geval, ik zei dus dat ik om de 5 minuten naar de wc moet gaan en je kan daar gewoon gratis plassen. Dus dat is echt geweldig. Daar zou Nederland echt een voorbeeld aan moeten nemen. Want ik moet serieus echt €20 meenemen als ik uitga, hè. Als ik wil gaan drinken, weet ik veel wat. Wat? Als ik in Nederland. €20? Ja, aan geld om te gaan betalen voor de wc. Oh, ik dacht, ja. En dan allemaal nog in muntgeld. Dat heb ik ook nooit. Dus ja, ik heb zin in vanavond. Ik moet even kijken wat ik ga aantrekken ook. Jarige! Zusje, ze is jarig vandaag. We hebben Pandora voor haar gekocht. Een armband en een ring. En een... En Jour. En Shanice hebben ook nog bedeltjes voor haar gekocht. Zodat ze het om de armband kan doen. En ik ga woensdag ook terug om een ring te kopen. Of tenminste, Jour, ik ga voor mij een ring kopen. Hè, schatje? Hallo everybody. We hebben net lekker gegeten en we gaan nu ijsje halen bij Lovers. Lovers. Lovers in the air. Ik heb niet zo goed licht hier. Jawel. Lovers in the air. Hoi iedereen, nu ik dit zit te editen, hoor ik er heel veel wind is in de video. Maar wat ik dus vertelde is dat we uitgingen, dat het er heel warm was en super druk. Dat op een gegeven moment dat ik gewoon naar huis ben gegaan omdat mijn oren ten eerste dicht waren. Omdat we zo dicht bij de box waren en het was zo heet dat ik bijna flauw viel. Dus ja, dat was eigenlijk, het was een hele leuke avond, maar het was iets te druk en iets te warm. Thank you.
Want het ziet er niet uit. En de teennagels ga ik ook doen. En Junix staat hier. En Jantelie staat hier. Ik heb kapot veel muggenbeelden ook. Melanie komt me ophalen. Gezellige boel. Dan gaan we met z'n drieën, ik, Janaris en Mel, gaan onze tenen doen. What's up? We zijn hier bij. We zijn bij Spice Beach. Spice Beach. Het is dicht. Water is wel een beetje gevaarlijk. Het ziet er niet uit. Water is een beetje gevaarlijk, want we zijn geprikt of zo door kleine. Mijn brother zegt zijn kleine visjes. Ik zeg een kwal. Maar aan de andere kant, als een kwal je bij, dan krijg je wel een rare story, hè? Je krijgt geen toera. Hello guys. Ik weet eigenlijk echt niet wanneer ik voor het laatst heb gesproken tegen de camera, maar Jure en Nina die gaan vandaag weg en die gaan wij uitzwaaien. Wij zijn hier nog de hele week tot en met, het is vandaag maandag en wij gaan volgende week dinsdag weg. Shanice Jasmine komt nu aan rennen. We gaan even Jure en Nina bij de airport zetten, zo zat je in de auto, hè? Hater. Zo ziet dat eruit. Wat wil ik ook weer zeggen? Dat is heel... Oh, ik moet al weg. Mijn zusje heeft een outfit aan. Ja, dit gaat ze even laten zien. Oh, ik sta tegen het licht in. Hiro, ga daar staan. Nee, daar. Wauwie. Laat even zien. Waar heb je het allemaal vandaan? Deze lijn. De Nike Air Force. Hier komt de Mark en deze. Oh wauw, en waar heb je haar gedaan? Bij Ja, cute! Hi guys! Welkom to the vlog. Welkom bij een nieuwe video van Kisha. Van Kisha. We zijn bij de airport, dat is Sarah. En de vlogger is herself. En de vlogger zelf, Kioma. Kioma, zeg het voor de vlog. Deze haar van mij, deze hartjes, het doet mijn oor en het gewoon pijn. Je moet het ook zo daar. Ik ben het afhalen. Ook zat. Ik loop met één oorbel, want ik raak heel de dag eentje kwijt. Ja, ze loopt met neppe oorbel, haar oor is helemaal groen, blauw, alles. Ik kan niet tegen neppe oorbel. Hij wou wel lang in de vlog, want net liep hij ook kijken. Rustig. Ik had mijn ticket verkeerd gezet, hé, toch? Dus jullie blijven zonder mij. We gaan nu afsluiten, Tara. Hij zou het echt niet zo blij zeggen. Daar toe. Ik ben de vader van al deze kinderen. Met de cam. Swigga. Jack! Oh, you're Jack! Dat kan ik wel. Rap! Wat is dit? Hey, doe het! Doe het! Doe je dat? Go, Jelani!